Het is een drollenpadje, hier landen rondjes uit. Ik vind het wel een weg als hier recht op de grond kan. Makkelijk, dat zegt hij weer. Kijk jongens, dat er niemand zit. Wij zijn de eerste nou die hierin gaan. Paardenvloer? Nee, hier heb ik tent erop staan. Ja, ik heb een tent erop staan. Zie je? Ik doe een camping geweest. Een Indianencamping, jongens, voor kinderen. Indianencamping voor kinderen. Wat zien jullie, jongens? Wc's. Gestookte wc's. Ja, dat is altijd, hè? Ja, overal komt en er staan wc's in met alle vinding. Alhoewel die hier nog even staan. Ja, die zijn ook een beetje, ja, uniek. Dat is niet gauw, de pot er zelf dan. Want de rest is allemaal gestookt. Dat is een beetje jammer. Het is al wel leuk geweest. Ik heb wel het idee dat ze nog mee bezig zijn. Ja, met slopen denk ik. Ja. Ook weer steeds. Ketelruimte. Al sanitaire ruimte geweest. Al sanitaire geweest. Heb je ook weer gefilmd? Ja. Staat allemaal op? Aquarium? Waarom gaat dit nou weer gesloopt worden? Waar moet er nou weer plaats voor maken, zeg maar? Misschien ja, belet. Dus, er staat misschien al veel hoeveel jaar. En dan wordt het allemaal weer opgeruimd, direct weer vol nieuwbouw. Hier hebben allemaal die tenten moeten staan, al die zuilen. Ja, daar ligt ook een stuk van de cel omheen, zeg maar, waar het vast heb gestaan. Het is best wel groot geweest als je in zo'n tent zat. He, want als je kijkt naar zo'n platte platte. Ja, heel mooi groot. Ik denk dat er ook hier veel gebeurt natuurlijk. Ook veel overnachtingen en zo, dat soort dingen allemaal. Hè. Dus ik vraag me eigenlijk ook af wie hier zo dat nog een zwembad is of zo. En een speeltuin. Dus daar ben ik ook even benieuwd naar. Maar die gaan we zoeken. We zien wel het volgende gebouw alweer. Ja. Nou, alles is helaas weer gesloopt. Dat is dan weer zo jammer. Hier, een stukje verder is de deur open. Ik heb het nog gehoord.
Hé, kijk eens gewoon naar jullie. Kijk, hè. Een schoen. Oh, kijk hier. Hier, dat is weer in. Bij de vorige aflevering hebben we een keer een schoen gevonden. Maar nu is het weer helemaal, hoef ik nou het tweede niet te zoeken, want je ligt daar vlakbij, die ligt hier. Stoere en dat is toch uniek om twee schoenen vlak bij elkaar te vinden. Maakt me niet aan mee, maar dat hebben we nu gedaan. Allemaal die tegels, allemaal nieuwe, daar in de doos en alles. Is dat een schoolbaan geweest? Dat is een koper bestellen. Die hebben ze koper. Ja, dat is het. Ruimte 1, misschien. Hier, alle ruimtes hebben een nummer hier zo. Ruimte 15, ja. 21. Ben je nog veel op? Ja. Nou, hier zijn deze kamer. Kijk, want wij krijgen wel eens te horen van andere mensen. Via YouTube en zo allemaal. Als dat filmpje erop wordt gezet, dat er bij vandalisme is. Dan wil ik even laten zien hoe het nu is waar wij in zijn beland. Dat het overal al rotsen leg. En ja, koperschippers zijn hier geweest. Dat blijkt al. Dus waar wij nu zijn, is het zo en was het zo. Nou, dat is helemaal mooi, hè? Een bankje ook, ja. Dit is het. En wat is hier? Ja, hij is een kolom gang. Hier is kant van alle kamertjes. Alle tegels, hè? Ja, hier liggen alle vol met tegeltjes. Alle wat kleuren. Ja. Zit hier nog vol gewoon in de dozen verpakt. Die allemaal. Ja. Sommige. We kunnen niet aan geld, hè? Wat hoor je? Ja, op het dak leggen. Of zit een hier op het dak, dat kan ook. Dat kan ook. Wat zou we leggen? Ja, hier, kijk. Hoe ben ik aan? Oh, hier hebben ze spullen opgeslagen. Deuren, kledinghangers. Ja. Stoelen. Ja, het is eigenlijk opgeslagen om weg te rotten eigenlijk, want ja. Ja. Want het, wat hier nou is, dat is... Weet je wat ik dan het spel vind? Dat heb ik genoemd. Wie weet voorkomen wat je spannend vindt. Wij zijn een van de eerste die hier gekomen, ja. Waarvan de locatie bekend is. Ja. En normaal hebben we altijd al een beetje info, ja. Of het veilig is voor ons, of er bewaking is. En dat weten we nou helemaal niet. Dat is voor ons de eerste keer eigenlijk. Ja, dus hier, wij, dus ons, ja, maar ja, we doen alles moet een keer de eerste keer zijn, toch? Klopt. Kijk, nou zijn we hier toevallig beland, ja. Met een doel wat iedereen voorkomt normaal gesproken. Het is altijd en blijft een verrassing, jongens, waar je ook bent. Het blijft altijd een eigen risico. Ja, het risico dat moeten we nemen, anders kennen we nergens meer naartoe. Hè? Ruimte 12, fietsopslag. Keukenkasten. Hoe nieuw, hè? Ja. Dat is zwarte schiebel. Ja, dat is een poeltafeltje, poeltafeltje. Bankje ligt er weer in. Wie ben jij? Potje. Wie ben jij? Ajax, hè. Van Leek Feyenoord. Oké. Kijk. Ja, een balletje, kijk. Hij haalt nog niet eens. Iemand is rond de beest geweest. Ja, het algemeen. Hey. Nou, dat is ook al eerst keer te scoren. Ja, maar ja, laat ik het zijn. Ja, hier wel. Als je een nieuwe team krijgt, dan scoor je altijd. En op liggen. Nog een gebouw. Dan zal er wel een beetje veel hoeveel staan, denk ik. Het is ook wel een plek waar ze met de auto kunnen komen, is dat zo link, hè? Ja, ik denk niet dat ze hier met de auto komen. Ja, ik kan ook wel water oprijden. Ik denk het wel. Kom je erop te rijden hier? Ja. Wat zal dit geweest zijn? Dat is stil. Heel veel. Ja, dan komen we er niet.
spelen. Nou jongens, derde gebouw voor vandaag. Kasteellaan. Nooduitgang, daar zijn wij goed in. Kom mee. Dit is niet zo moeilijk wat dit geweest is. Dit is de kantine geweest. Het centrum, het hart van de camping. Podium. En natuurlijk de feestzaal. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. En ik zie onder het podium ook nog een ruimte. Misschien hebben we ook nog wel een kelder. Ja, dit is bekend terrein voor mij. Hè? Normaal sta ik op het podium. Nou zeg jij Wim, mijn op het podium, wat doe je dan? Zingen, entertainen voor de mensen jongens. En wat, wat is jouw bekendste nummer dan? Was heel de wereld maar zo mooi, samen maar met Giovanna. Maar je hebt toch ook al een nieuw nummer uitgebracht? Ja, ja zeker, de Wandelclub. De Wandelclub. En dat nummer, waar gaat dat over? Ja, de scouting hè, campingleven. Kijk, als je hem even laten horen dan. Nou, wat ik wel wil vertellen is... Binnenkort komt er een nieuw liedje online op Spotify van de Traveler Experience. En dan het onderdeel de Ghost Heroes, hè? Ghost Travelers. En Louis, Jan en ik zelf nemen dan de microfoon in handen en we hebben een hele mooie liedje gemaakt. Maar die verklap ik nog niet. Moet je binnenkort jongens op Spotify kijken. Nou, ze zijn nu bezig geweest met satanische dingen, denk ik. Ik krijg overigens wel af en toe commentaar van, want het hoeft niet altijd slecht te zijn. Zoals je het ziet, hè. Nou, staat hier een teken op de muur. En letters, ik weet niet of het iets inhoudt. Ik ga een foto maken en dan ga ik aan iemand vragen. Die bekender is met slechte zwarte magie en hekserij. En dan ben ik benieuwd wat zij zegt, wat, misschien dat zij de betekenis weet met deze letters en wat het is. Nou, dit is niet zo moeilijk. Dik, hè, op zijn Engels. Beste van de kracht van hier op de Ghost Travelers, Traveler Experience en alles. Kijk even naar de logo. Binnen wordt een heel avontuur. Bijvoorbeeld in de raad van de Unie-Oost-Rijfels. Een slot. Het openluchttheater hier van de camping, moet je kijken. Nou, daar kunnen toch zeker wel een mannetje of 100 zitten. En dan kwamen de mensen, de entertainment, kwamen hier op te staan. En dan kunnen ze de mensen verblijden. En sta je hier. Hoe geweldig is dit, jongens? Voor de kinderen. Zie je het zelf al? Hè? Als je wakker wordt van een vreemd geluid. Wie bel je dan? Ghost Travelers. Zo gaat dat. Waarschijnlijk kunnen ze zich hier dan snel omkleden. Ander tenue. En gaan weer. Of licht en techniek hebben erin gezeten. Dat kan ook, hè. Dat er hier speakers hebben gestaan. En dat ze dan van hier uit licht en geluid heen regelen. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk, ja. Opslagruimte. Om de hoek is het zwembad. Oh. Maar dan is er de hek tussen. Bandbakken. De kinderen spelen daar. In die hoek. Want daar staat ook een auto in de kerk. Oh. Zonder was het slopen, hè. Ja, dit is nou ook, ja, ook net wel zijn, hè. Ja, dat is een vandalisme, want dat hebben ze zelf gedaan. Ja, ja, maar ik heb ook al verteld van, ja, het is allemaal zo. En het was er ook toen wij aankwamen. En dat we dan hier wel weer commentaar krijgen op ons kanaal. Dubbel glas.
ja, mochten we ergens sneuvelen, dan hadden ze het zo binnen handbereik. He? Ja. Dan kon net ook een buitenzwemmer hebben, misschien nog daar even kunnen kijken. Een buitenzwemmer, ja, dat heb ik ook een zootje. Daar was al vooruitgelopen, binnen was al vooruitgelopen. En die was al even aan het kijken geweest. Ik ga even kijken. Het blijft eng, hè, wegen, hè, vind ik altijd. Wat? Wegen, als ze op wegen lopen. Ja, maar kijk, ik kan nog het gras zien. Dat hier helemaal niet geregeld wordt. Dus. Hier nog een oude klimrek. En dan zie je wel dat gras plat gedrukt. Ja, een handbalveldje. Basketbal, jongens. Ja, basketbal. Daar moeten we wel even kijken, en daar zitten ze wel. Hier zit je zwemmen. Oh, dat is leuk. Ja, dat is een opslag van de spullen wat er over zo net. Van de balslagers. Ja. Je kan zeggen wat je wil, het was nog een diep bad voor kinderen. Hé, ik loop er eens in. Oeh! Oh, staat vol water. Nee, het is gewoon een inbouwbad, het is gewoon een kinderstof. Vul het maar eens, dan kunnen de mensen zien. Hier, ik ben 1,80. Lopen ze dat ruimte toe doen? 1,60? Spreek in staan. Nee, ja. Dat is een beetje gek. Adem? Nee, dat zak ik door. Dat is gewoon een. Een puntje voor zwembad, hè? Toch mooi zo'n binnenbad. Je woont in Mooi trekken zo erbij. Deksel, de warmte, dat is de warmte wat er ook allemaal. Ja, weet je wat het is? Je woont in Nederland. Het weer heb je niet altijd voor het zeggen. Ook in de zomer kan het hier gewoon klote weer zijn eigenlijk. En dan is zo'n binnenbad voor de kinderen toch fijn als je op een camping bent. Of, Ja, dat valt me wel op dat die weer warm zijn. Dan mag ik in de winter open zijn. Ja, dat wel. Maar misschien is dat weggehaald, hè? Want ik zie hier ook allemaal elektra hangen. Mm-hmm. Ik heb een verlichting, ja. Je weet het niet. Kijk, dit is ook iets geweest. Ik zie het niet. Is dat niet voor die elektrische, dat dit open kan? Dat daar gaat? Voor het dak open schuiven, ja. Elektrisch, dat dak open. Ja, dat plafond gaat dan automatisch weg. Dan heb je meer zon binnen misschien. Dat doek gaat dan open. Indianencamping. Niks en alles. Bedankt. Dat is leuk. En dan is het een zien kennen. Om het dak laten te zien, is het toch niet allemaal zo heel erg oud, hoor. Maar dat is ons kunnen. We proberen nou een uitweg te zoeken. Dat is allemaal prikkeldraad. Ik zie nog niks. Dan zie je ook wel op dat pad voor, hè? Ja, ik weet het niet, maar kunnen we hier niet weg dan? Het staat een landje. Ja, ik ken dat, dan kennen we het padje. Al zijn we maar van de camping af, hè? Ja, een hek zat erop, hè. Dit maak je ook mee, jongens, als je op Urbexen bent of aan het zwemmen. Wat zakken. Kijk, daar ben ik wel, jongens. De wandelklutten. Ik
Dit hier is een verhuizenclub. We lopen daar langs en daar staat die open. Daar kun je voor open. Ja, ik heb gewoon een hele lopen stukje. Ja, hier nog. Hier is dit nou wel juist gevaarlijker, omdat we nou wel bij de pad zitten. Ja, je zit nou nog binnen in de hek. Je zit er nou nog binnen de poort. Ja. Heel trekken. Weet ik niet, ik weet niet wat er achter zit, hè? Daar zitten huizen achter of niet. Kom je weg toch? Ja. Nou. Ah, ik ben van de trein af. Oh, dat is net een hond blaffen. Maar als je naar voren kijkt, die meneer daar, die daar loopt, die heeft een hond bij. Dus wij denken dat het dus eigenlijk daar nou vanaf komt. Ja. Ja, misschien is het ook wel de controleur hier, hè? Dat hij alles in de gaten houdt. Ja. Dus ja. Ik doe de camera even weg, jongens, voor de veiligheid. Kan de maat staan? Ja, of is het een klein hondje? Helmen. Nee. Maar dat is niet de hond die koorde blaffen. Nee, ik hoorde een zware hond. Je legt de camera weg, want dat wekt argwaan op af en toe, hebben sommigen. Dat hebben we meegemaakt, hè? We zijn eigenlijk nou richting het geluid gelopen dat we net hoorden van die hond. Kijk naar het volkman. En we zijn de spoor aan het volgen. En inderdaad, iemand heeft hier wel gelopen met een flinke hond. En nee, we zijn geen spoorzoekers, dus zeg dat maar niet. We gaan gewoon richting de auto. Mocht je nog iets zien, dan zetten we dat erop. Zie je niks meer, dan zijn we opgepakt. Nou, laat de last maken. Weer een nieuw avontuur met de Traveler Experience NL. Een indianencamping eigenlijk, zoals je het hebt kunnen zien. Kleine gebouwtjes. Helaas hebben we niet heel de ronde kunnen lopen, omdat wij een hond hoorden. Ja. En we vertrouwen het niet meer, maar het was wel de moeite waard. Het was heel mooi om dit te bezichtigen. Heel leuk wat die kinderen ooit hebben gespeeld en geslapen. We gaan het nu afsluiten. Ik zeg tot de volgende keer. Houden en liken en abonneren. Hoi, tot de volgende keer.